Dus nu naar de kantine, schoenen uit en rustig. We gaan over naar de prijsuitreiking. En Martijn Dennekamp zal de prijzen bekend maken. Oké, jongens, we beginnen met doelschieten. Er zijn punten voor behaald. En dat is. Wat zeg je? Sorry. En dat is 3 geworden. 3? Ja. Sam Koedijk. Sam Koedijk. Daar is hij. Sam, kom naar voren. Sam. Sam. Gefeliciteerd, hè. Alsjeblieft. Sam, gefeliciteerd, man. Heel goed. En doe je best. En als tweede is geëindigd, Martijn Nieuwenhuis. Tim Balman. Alsjeblieft, jongen. Tim, wil je zien, jongen. Goed zo, hè. En dan gaan we voor het algemene prijzen. Wat lang gediscussieerd, maar waarschijnlijk. We hebben 3, 2 keer nummer 3 baas, want we konden niet uitkomen. En dat is Heerde Beltman en Douwe Veenklaar. Jij bent? Heel leuk, man. Gefeliciteerd, jongen. Heel goed. Vond je het leuk? Ja. Mooi. Daarom gefeliciteerd. Ga je lekker onder de douche straks? Ja. Lekker goed samen. Heb je ook een mooi show? Alsjeblieft. Goed, man, Douwe. En algemeen nummer 2. Wesley Tennis. Wesley, dat is het. Heel goed. Wesley, goed gedaan, hoor. Je hebt een warme trui en een warme vel. Wesley. En dan hebben we de nummer 1. Die heeft gewonnen een wedstrijdbal met alle handtekening van Excelsior 1 en ook keepers handschoenen. Dat is geworden Rens Goorman. Heel sterk, hè? Dat vind ik niet. En een bal. Niet tegen een vaar zeggen, hè?